Ik ben Karen Moor, artsonderzoeker in het Erasmus MC. Ik onderzoek of we met het thuismonitoringprogramma patiënten met idiopathische longfibrose ook op afstand kunnen begeleiden naast de normale ziekenhuiscontroles. Idiopathische longfibrose, ofwel IPF, is een zeldzame dodelijke ziekte waarbij er littekenweefsel in de longen ontstaat. De longinhoud wordt hierdoor kleiner en de zuurstofopname wordt minder. Patiënten worden daardoor steeds benauwder en hebben op den duur ook extra zuurstof nodig. IPF is helaas nog niet te genezen, maar er zijn wel twee medicijnen die de achteruitgang van de longfunctie remmen. In Nederland komen patiënten met IPF één keer per 3 maanden naar het ziekenhuis voor controle met longfunctietesten. Dit is eigenlijk te weinig voor goede begeleiding van patiënten, maar nog vaker naar het ziekenhuis komen is een te grote belasting voor de meesten. Daarom hebben wij samen met patiënten een thuismonitoringprogramma ontwikkeld. Patiënten meten thuis 1 keer per dag hun longfunctie met een draagbare longfunctiemeter en sturen de resultaten door via een app. Ook houden patiënten wekelijks online hun klachten en bijwerkingen bij. Patiënten kunnen zelf hun persoonlijke dossier met hun longfunctie, het beloop van hun klachten en bijwerkingen inzien. Ook kunnen ze extra informatie vinden over IPF, zoals nieuws, filmpjes en een medicatiecoach met adviezen over mogelijke bijwerkingen. Als de longfunctie achteruit gaat of er bijwerkingen zijn, krijgen wij direct een waarschuwing via de e-mail. We nemen dan contact op met de patiënt via een e-consult of een videoconsult. Samen kunnen we dan bespreken of de behandeling eventueel aangepast moet worden. Een eerste groep patiënten heeft een maand lang het thuismonitoringprogramma getest. Zij waren enthousiast, vonden de app makkelijk in gebruik en zouden het ook aan anderen aanraden. Ik heb de mogelijkheid gekregen om met een meter zelf mijn waardes thuis te bepalen. En dan kan ik zien of ik stabiel blijf of dat ik achteruit ga. Op dit moment onderzoeken we in een grotere groep patiënten door heel Nederland of we op deze manier ook de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Verder denken we dat thuismonitoren ook heel geschikt zou kunnen zijn voor vaker voorkomende longziekten, zoals astma of COPD. Wil je meer weten over de mogelijkheden van dit thuismonitoringprogramma? Stem een onderzoek dan naar de top 3.